Utrecht. Bij het toetje van de maand bestaat 20 jaar dit jaar. En we zijn hier vandaag geweest, we hebben pudding gegeten en allerlei andere lekkere dingen. Het wereldrecord is helaas niet gevestigd. En we gaan nu eens even terugblikken naar hoe het feestje eraan toe ging. Er zijn zoveel mensen, we hopen dat iedereen op tijd binnen hebben gezeten. Hartelijk welkom, komt u verder, het grootste toetjesfeest ooit. Hier, live in het zijbaan van het jaar in Utrecht. Komt u samen met de wel. Dat zijn het niet wat, dat is morgen. Morgen zijn we hier zondag. Met een enorm feest. Maar daarvoor, er is een heel bijzonder persoon hier aanwezig. Dat is namelijk Dick Staal. En hij is de persoon die het toetje van de maand bedacht heeft. 20 jaar geleden. De vraag die bij iedereen op de lippen brandt. Bij Xander, bij iedereen. Hoe kom je erbij? Hoe heb je dat bedacht? Nou, het was zo begin 1993 dat... nieuwe smaak gezichtspunten ontwikkeld moest worden. Er waren vijf smaken en ieder jaar kwam er een nieuwe smaak voor. Mislopende smaak werd dan vervangen. Bart, ik kwam met de vraag, maar er had geen enkel idee wat het zou moeten worden. Ze zeiden van, ga je gang maar. En ik ben begonnen. En ongeveer 6 weken later had ik 76 concepten uitontwikkeld. Vaste puddingen, luchtige puddingen, stortbare puddingen. Met verschillende smaken. Fruit smaken, bruine smaken, bruine smaken. Met stukjes fruit, stukjes zand. Gooi er maar in! 9, 8, 7, eerst goed in! 'Baas van Mona, wat houdt dat eigenlijk in? Nou, wat dat inhoudt is dat ik werk dus bij Friesland Campina en ik werk eigenlijk voor alle toetjes. En Mona is natuurlijk wel een van de favorieten, maar we hebben ook bijvoorbeeld Campina, Vla, Optimal Yoghurt, Boerenland, heerlijke producten. Maar Mona is natuurlijk wel de uitvinder van het toetje. En wat doet u dan? Proeft u of hoe moet ik dat voor me zien? Ja. Nou, ik mag ook af en toe wat proeven, dat klopt. Daar hebben we alleen hele slimme mensen die dus inderdaad echt, het zijn de productontwikkelaars, die ontwikkelen de producten. Want ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de merken, maar ook dus gewoon voor de reclames die we maken, voor het team wat het naar de winkels brengt, om te zorgen dat het in totaal goed gaat. En hoe komt het eigenlijk dat de toetjes van Mona zo luchtig zijn? Zo luchtig zijn? Ja, we hebben een aantal die zijn heel luchtig en er zijn een aantal die zijn wat minder luchtig. Die hebben we ontwikkeld omdat onze consumenten daarom vragen. Onze consumenten hebben aangegeven, we hadden bijvoorbeeld griesmeelpudding of vanillepudding, dat noemen we de stevige puddingen. En die zeiden van ja, dit is best wel zwaar als je dat eet en soms is dat heel lekker. Maar op andere momenten ja, willen we iets lichters, iets luchtigers. En dan heb je bijvoorbeeld de bitterkoekjespudding of een stroopwafelpudding. Die is inderdaad wat lichter en wat luchtiger. Omdat dat smaakt dan ook wel heel erg lekker. Ja, en hoe vaak komen er nou nieuwe puddingen? Je hebt dan een toetje van de maand, maar is die er maar een maand? Of blijft die ook langer? Nee, het toetje van de maand blijft inderdaad 1 maand, zoals de naam al zegt. Dus we hebben 12 verschillende puddingen per jaar. Daarnaast innoveren we wel ook, en ook op puddingen. Hè, wat er in de loop van tijd komen er puddingen bij en gaan er puddingen af. Maar in principe, in ons totale assortiment, is het toetje van de maand degene die het vaakste
roteert, de vaakste wijzigt. Wat eigenlijk leuk aan is om te vertellen, is dat die toetjes van de maand, dat het hele succesvolle, die worden soms vaste toetjes. Bijvoorbeeld de stroopwafelpudding of de bitterkoekjespudding, die zijn ook als toetje van de maand begonnen, maar die werden zo geliefd door consumenten dat we die permanent in het assortiment hebben opgenomen. Dit nu ongeveer? Ik doe deze baan nu ongeveer een jaar. Nog niet zo heel lang. Nee, maar daarvoor heb ik natuurlijk allerlei andere banen gedaan om er klaar voor te zijn om toetjesbaas te kunnen worden. Ja, nou, dat lijkt mij in principe ook een heel leuk beroep. Ja, en ik ga ook elke dag met heel veel plezier naar mijn werk. Toetjeproefde, wat vond je daarna van? Nou, ik ben normaal eigenlijk helemaal geen toetjeseter. Ik heb alleen zo'n zoete aanval zo één keer in het half jaar. En dan is het vooral heel veel witte chocola altijd. De Mona-toetjes kent iedereen. En niet alleen van de reclames, maar iedereen heeft er wel eens eentje gegeten toen ik klein was. Maar ik moet zeggen dat deze wel op mijn nuchtere, zonder ontbijtmaag, toch wel goed smaakte. Als de zon gaat schijnen. Als een licht gaat draaien. Als de nacht zou verdwijnen. Wat zou dat zijn?